als je kijkt naar de energietransitie, Vlaanderen heeft de ambitie om 35% CO2-reductie te realiseren op gebouwenniveau tegen 2030. Dus je hebt eigenlijk, Vlaanderen heeft eigenlijk behoefte aan kant-en-klare oplossingen en technologie. Dus we moeten jongeren kunnen enthousiasmeren in die nieuwe technieken. Die bouw is niet meer wat er vroeger was, die is modern. Maar natuurlijk, ja, als je op die markt je innovatief kunt zetten, dat je jongeren kunt aanspreken precies op het werken met de meest geavanceerde technieken, ja, dat kan toch alleen maar uitdagend en aantrekkelijk zijn voor de jongeren. En als het goed gaat met de bouw, gaat het meestal goed met onze economie. Dus in die zin is, is de bouw een belangrijke trigger. Ik geloof absoluut in de toekomst, maar we moeten twee dingen doen. We moeten door een goed beleid ons gedrag en onze technologie maken als een raderwerk dat in elkaar draait.